Goedemorgen, ik ben hier samen met Blondie en het is vandaag zondag. We gaan op strand slash buitenrit. We gaan eerst een stukje door het bos heen naar het strand toe. En dan zijn we op het strand, gaan we daar even en dan gaan we weer terug door het bos. Dat is ongeveer 3 uur. En dan gaan we samen met Bella en Jules. Want dit is jullie laatste hele dag in Nederland. Heel jammer, dan ga je weer naar Zuid-Duitsland en Zwitserland. En we gaan natuurlijk niet zonder begeleiding. Samen met moeder! Yeah! Nou ja, die gaat eigenlijk altijd mee. Isje. Let's go! Zo, we zitten er inmiddels op. Daar is Blondie. Blondie vindt op dit moment alles super spannend. Dan daarachter is Bel met Jules. En daarachter is moeders met Verona. We gaan nu langs een fietspad en een bedrijf, een heel groot bedrijf. Geen idee welke het is, er staan allemaal verschillende dingen. We zijn onderweg. Zo langs de wilgetakken. Terugweg gaan we nog een paar plukken. Nu niet, maar op de terugweg. Ja, een mondje. Nou. We zijn inmiddels door het Uiterbos langs, of we zijn er nu nog steeds in, landgoed Ockenburg. We zijn nu bij een golfvereniging. Ik zag net al een golfkarretje rijden en mensen in een golftenue met golfsticks rondlopen. Superleuk! Wij gaan nu nog een klein stukje naar het strand toe en op het strand zie ik jullie weer. We zijn te paard bij de oprit van het strand. Je ziet daar boven misschien al een beetje de zee. Ja, ik blijf gewoon filmen, want op een gegeven moment zie je dan het zand en dat soort dingen. Ja, de zeepony. Vind je leuk, hè? Tadaa! Het mooie strand. Er liggen daar ook allemaal schepen. Dus toch ook nog even kijken hoe het met het springpaadje gaat. Lekker in draf. Op de gemakkie. Keurig hoor. Knappe Bel. Springpaadje. En nu lekker naar huis. Het was een lange rit. We zijn kijk wel 2,5 uur onderweg. Dus het is wel genoeg zo. En we zijn inmiddels weer in Uiterbos. Jules en Verona lopen daar. Blondie heeft ergens haar ijzer eraf getrapt. Weet niet precies waar. Dus Blondie heeft nu nog maar 1 ijzer. Dus dat is wel heel jammer. Mijn cap die is volgens mij nog best netjes gebleven. We zijn nu onderweg naar huis, nog even wat wilgetakjes plukken. En dan ja, is het alweer klaar voor vandaag. Ga ik nog even kijken of ze vanavond op de wei kunnen, dat hoop ik wel. Dan moet ik ook nog even kijken, dan moet ik ook nog even Boris in de stapmolen zetten. Ja, ik moet nog wel een aantal dingetjes doen. Maar dan ben ik ook weer klaar. Goedemorgen. Ik ben met Alice aan het wandelen, ik heb hier riem, even wat water. Vandaag gaat Bella weg. Dat klinkt echt raar dat ik dat zeg. Maar Bel die gaat weer terug naar Zuid-Duitsland. En Jules weer naar Zwitserland. Let niet op de mugbult op mijn neus. Want ja, Bel is hier. Alice! Oké, ik was even Alice kwijt. Maar het voelt echt raar, want ze is hier 3 weken geweest. En in die 3 weken... heb ik eigenlijk een soort weer het gevoel dat ze in Nederland blijft. Maar dat is niet zo. Het gaat nu gewoon weer terug naar Zuid-Duitsland. Ja, dat vind ik echt heel raar.
eigenlijk ook best wel heel erg jammer. Maar ja. Jules en Bel hebben gewoon hun eigen thuis. Het is ook fijn dat ze daar kunnen zijn. En om 8:30 vertrekt Bel naar zijn thuisland. Dus op naar Indonesië. Ik was vanochtend helemaal vergeten te zeggen dat het maandag is. Dus het is maandag vandaag. We zijn nu op weg naar de manege toe. En hier samen met Sjoe en Midas. Sjoe en Midas. Hallo Sjoe en Midas. Sjoe, hoe was het? Heel leuk. Dat was de korte versie. Oké. Buiten heel leuk. Kan je nog iets meer vertellen? Heb je veel geleerd? Ja, ook vooral de rechter galop gaat nu ook steeds beter. Toppie. En nu terug? Hoe lang? Volgens mij 9 uur. Ja, beter dan 10,5. Ja. Nou, mooi. Nou, Tess, moet je weer afscheid nemen van het belletje? Ja. Hey. Alweer. Ja. Zou ik nog liggen? Hè? Zou ik nog liggen? Nou, hop hop. Hallo, bellekind. Ga je weer? Ja, het is weer zover, hè? Dat is dan wel weer sneu. Ja. Maar ja, het is ook wel weer fijn, denk ik. Terug naar je lekkere weides en mooie grote stallen. He? Ja, precies. Ook wel weer fijn, ja. Paardentaxi is er. Die gaat Bel verhuizen naar, nou ja, verhuizen. Terugbrengen naar Zuid-Duitsland. Ik heb er een paar. Dus, nou, spulletjes inladen, afscheid nemen. En dan gaat ze. Neem maar mee, het mag daarin. Loop maar gewoon, anders staan we hier morgen nog. Ja. Nou, Bel, mag je in een luxe wagen, meisje? Kom maar. Dan heb je weinig te mopperen, denk ik, vrouwtje. Kom maar. Nou, Bel, daar gaat ze hoor. Je staat nu wel voor de bellekind, ja. Maar we hebben net geroepen, denk ik, hè? Morgen Jules uitgezwaaid. Nu heeft Tess les met Boris, dus ik ga Boris passen. Pakken. En als het goed is, is Daan met Blondie aan het rijden, dus we gaan even kijken. Beetje stil, instructeur. Het is een bergpaardje. Ja, goed zo. Dus de broer van Daan, Robin. En die kan paardrijden, is. Die heeft wel eens les gehad van Daan. Ah, je hebt gesprongen de afgelopen tijd. Ja, dat zag je best. Wedstrijd. Hoe was de wedstrijd? Ja, goed. Heb je gewonnen? Nee. Hoeveelste was je? Gedeelde laatste plek hadden we. Nee, ging goed hoor. Je hebt het wel gedaan. Twee bijna foutloze rondjes. Nou, helemaal cool. Bijna foutloos, wat betekent dat? Inweigering. Nou, dat valt nog wel mee. Maar goed, Robin is dus Daan aan het helpen? Nee. Nee. Ik weet niet wat hij hier doet. Ik had heel veel. Dat was een vraag voor Daan. Maar wij kwamen even kijken hoe de blonde pony prachtig loopt als die even erop zit. Ik ben diep triest. Want? Daan heeft dat met mijn bruine hoofdstijl en mijn zwarte zadel. Ik trof een heel mooi zwarte hoofdstijl aan in de kast en een heel mooi bruine zadel. Love you, Daan! Wat ga je nu doen? Boris poetsen. Oké, nou veel plezier. Hop, hop. Misschien heeft ze ook nog mijn bruine single nodig. Hi, Roodje. Hallo, darling. Ja, ik wilde je nog op de wei hebben, maar ineens staat alles en iedereen op de wei. Dus moeten we even kijken wat we zo gaan doen, vrouwtje van me. Ja, vanmorgen weer al lekker uit geweest met Fren, dus dat was lekker. Ja, was lekker. Is ze lief geweest voor je? Ja, ze zegt ja. Oké, Tess en Boris zijn er. Boris wordt gepoetst. Yay. Zo, en echt voelen dat hij aan je been is, hè? Goed zo, en doe maar een filmpje binnenhoefslag. Daar krijg je hartstikke veel informatie van. Is die sterk? Toch even aan hem vragen of hij zijn navel in wil houden. En dan vang je dat meteen weer op in je zit, want hij hoeft niet hard te draven. Hij hoeft niet zijn achterbenen zo lang te maken dat hij het niet meer vol kan houden van voor. Maar wel dat je voelt als jij been geeft, dat je een beetje voelt dat hij
Oké, niet alleen corrigeren in je rechter teugel, maar met je rechterbeen. Ietsje losser in je arm. Dus ook al is hij een beetje wat sterker, want dat is die, hè? Ja. Of niet? Ja. Ja. Probeer dan daar wel met een beetje een soepele arm wel verbinding te houden, maar hem net niet de kans te geven om mij te trekken. Als ik naar hem kijk, Tess, qua tempo denk ik, nou, dat is leuk voor de beginnersles. Ja. Ik zou willen dat hij lekker door de bak heen marcheert. En niet omdat hij hard moet, maar omdat hij aan het werk is. Zo, dat hij er niet bij loopt alsof het morgen ook nog zou kunnen. Ja, en dan weer draaien en om je binnenbenen. Hij moet ook niet hard draven omdat jij elke pas been geeft. Zo, ja, en dan meteen draaien. Die energie in de volte. En weet je waarom, Tess? Kijk eens naar mij. Als je hem op het rechte en het hard laat gaan, doet hij in zijn lichaam dit. Woe! Als je hem op de volte naar voren rijdt, dan moet hij het achterbeen onder zijn lichaam brengen. Dus let op, als je hem snel wil maken, doe het ook meteen terwijl je de volte instuurt. Huh? Maar veel passen in een meter. Zo, teugels worden te lang. Om je rechterkuit. Dus let ook op, als hij die teugels steeds lang en kort en lang en kort, dan zal hij ook weten dat die rek er is. Hè? Dus hij zal daar ook constant naar op zoek zijn. Zorg dat jij als ruiter die teugels op de goede plek vast kunt houden, zodat jouw paard niet weet dat er constant een soort rek is en dan weer kort. Nou, die teugels zijn daar en die zijn daar hetzelfde. En daar kan harder en zachter in geknepen worden. Zo, maar als die steeds weet dat die teugels toch langer worden, ja, dan zou ik ook de druk blijven zoeken totdat die teugels weer langer zijn. En let op, want in mijn verhaal over de teugels worden de teugels langer. Zo. Ja, je doet je werk wel met rechts, maar je geeft net even iedere keer aan rechts geen steun voor hem. Hij mag net even niet aan rechts hangen. Ik zou zeggen, moet nu op zelfs zijn met mijn linkerhand. Gaat dat je lukken, denk ik? Wel een beetje. Maar dat is met hem ook. Ja, en dan word ik boos op je dat ik zeg, hé, hey, lelijk geschreven, ook niet. Je gaat elke keer, net als wat jij, dat is eigenlijk, is het, ik moet het ook vaker doen, maar eigenlijk is het wel heel goed om te oefenen dat je ook met je linkerhand kan schrijven. Dat je jezelf ook ontwikkelt daar, zeg maar. En kijk, hij weet ook, ja, als ik niet zo loop, dan val ik om. Want als ik dit loslaat, dan doe ik het niet meer. Dus jij bent constant tegen hem aan het zeggen, nee vriend, weet je, die buik naar links aan mijn linker teugel. Want als hij dit doet, gaan die schouders ook een beetje meer naar links. En als hij in zijn hele lichaam wat meer als een bolletje loopt, kan hij ook ietsje losser laten aan rechts. Maar zolang hij zo blijft lopen, ja, dan kan hij niet losser laten aan die rechtermondhoek. Dinsdag vandaag, vanmorgen zijn we hier geweest om het paardje op de wei te zetten. Want zoals je ziet, nee, kan je niet zien, maar ze zijn met de stapmolen bezig om die verder daar te overdekken. En dan kwam Verona er niet in, maar die moet natuurlijk wel zoveel mogelijk bewegen. Dus die is vanmorgen op de wei gegaan. Maar Blondie had afgelopen zondag de hoefwijzer afgetrapt tijdens een buitenrit. We hebben alleen helaas geen idee waar, dus we kunnen hem ook niet terughalen. Dus de hoefsmid komt zo om een nieuw ijzertje eronder te zetten. En Tess is er nu aan het halen. Hier is de blonde pony. En als Veronica gaat zitten, dan gaat Veronica lekker mee naar binnen. En dan vindt Boris het ook niet leuk meer, dus gaan we Boris ook mee. Boris kan wel helemaal als een passie aanlopen. Oh, is wel heel braaf. Heel braaf, ja. Hoi! Het is vandaag, moet ik even goed nadenken. Dinsdag pas. Ja. En ik heb vandaag mijn Boris les. Blondie die haar hoefijzer is er weer onder gezet. Ja, les. Moeders, ik denk dat jij eerst iets wil zeggen. Wat wil ik zeggen? Over waar we het net over hadden. Oh, zo! Ja, ik weet niet waar jij het over had. Nou, Tusty heeft les gehad met Boris en wat ik nu zie vind ik echt heel gaaf om te zien. We gaan daar een aparte video voor maken met Daan. Maar we krijgen nu een hittegolf, dus dat slaan we nog heel even over. Maar binnenkort krijgen jullie een video samen met Daan, want die gaat uitleggen over wanneer je controle hebt over je pony. En pas als je controle hebt over je pony, kan je pas verder. En ja, dat lijkt alsof je, als je kan licht rijden, dan kan je paard rijden. Dat is misschien ook wel zo. Maar op het moment dat jij
de gangen van je paard of pony onder controle hebt. Dus je kan kiezen hoe hard of hoe zacht hij gaat. En dat hij begrijpt wat jij bedoelt en dat jij begrijpt wat hij bedoelt. Of zij ligt aan je pony of paard. Dat je dan pas verder kunt. En ik heb dat stukje eigenlijk nooit zelf begrepen of onder controle gehad. Ja, misschien heb ik mijn paard wel voldoende onder controle. Maar is de communicatie niet altijd even goed? En nu zie ik met Daan, die is daar heel erg op gefocust. Van je moet de communicatie tussen jou en je paard moet, nou ja, bij wijze van spreken 100% zijn. En dan heb je een fantastische samenwerking. En dat is iets compleet anders dan dat je vaak ziet. En ik zie het altijd wel als ik bijvoorbeeld naar Bianca kijk, die dan gaat springen. Dan zie je dat zij controle heeft. Het paard tussen de hindernissen nooit harder of zachter gaat als voor de hindernissen. En dan zie je die extreme controle. Bij een dressuurproef zie je die extreme controle. Doordat het paard precies in het tempo loopt dat de ruiter wil. En ja, ik wist nooit wat dat was. En nu leert Daan dat aan Tess. En ik zie nu dat Tess dat bijna, nou ja, die zit er zeg maar op 70%. En die gaat voor haar kunnen natuurlijk naar, als ze dan 100% is, dan kan ze eigenlijk starten met wedstrijdrijden. Omdat je met je wedstrijden, de B. De B, ja. Met wedstrijdrijden eigenlijk altijd wel op 60% van je kunnen zit. Dus Tess zit al op 70, denk ik. En de komende maanden of maand hoop ik dat ze dan naar de 80 gaat. En dan zal ze met wedstrijden op 50 zitten of zo. Maar dat zal voor de B, zal dat wel voldoende zijn, denk ik zomaar. Oh, donker. Sorry jongens. Dus ja, het is een enorm leerproces. En misschien begrijpen jullie mij niet helemaal wat ik nu allemaal zeg. Maar ik ben wel super trots op Tess. Want, en zeker ook op Daan. Want het is iets heel bijzonders om te zien. En ik ga daar samen met Daan dus een video over maken. Om het beter uit te leggen. Want nu is het een soort geratel. En misschien begrijpen jullie geen bal van wat ik probeer uit te leggen. Ik heb les gehad. Ging hartstikke goed. Ik heb een pleister op mijn wang. Dat komt omdat ik een krabber ben. Ik had een mugbult. En daar heb ik aan gekrapt met mijn vieze naald. En toen is die gaan ontsteken. En toen had ik auw. Toen heb ik er Bepanthen op gedaan. En een pleister. En toen zei iedereen, is dit bloed? Nee, dat is Bepanthen. Ik heb ook een mugbult op mijn neus. Dat vind ik niet heel fijn. Maar ja. Muggen die vinden het fijn om te zoomen en je te prikken. Nu zijn wij thuis en je hoort de auto al pieboep. Ja. We zijn thuis en gaan eten. Eten. Ik heb best wel honger. Ik krijg koek. Ja? Ja. Tot morgen. Het is vandaag woensdag. Ja. En oh, zo. Wij gaan de paardjes van een wei afhalen omdat het vandaag echt super warm is, hebben ze voor de warmte op de wei gezet. Nee, halen we ze voor de warmte van de wei af. Dus ze staan op de wei terwijl het niet zo bloedheet is. Oh ja. In hun stallen is het heel koel overdag. Ja. Omdat ze staan in de boerderij en die is heel erg geïsoleerd. Ja. Dus overdag is het eigenlijk de beste plek om te zijn. En dan vanavond gaan we weer terug om ze nog wat beweging te geven. En smiddags worden ze nog afgespoten? Ja, smiddags worden ze afgespoten. Ze gaan straks ook nog een keer in de stapmolen. En dan worden ze afgespoten. En dan zijn ze eigenlijk de rest van de week vrij. Ja. Nou ja, dan doen we precies hetzelfde riedeltje. Ja, we gaan de komende dus een beetje saai om te filmen. Dus het zal misschien wat meer van andere dingen filmen die je doet. Ja. Want tot dinsdag is een hittegolf. Ja, dus de paarden zijn gewoon de hele week vrij. Het is ook wel eens lekker, want jullie zijn hard aan het trainen, denk ik. Ja. En je hebt het ook best druk. En je leert heel veel. En de paardjes ook. En dan is het soms ook lekker om gewoon eventjes te zeggen, nou, we doen even een weekje niks. En dat niks bestaat dan uit de wei. Afspoelen, borstelen, stapmolen, los. Wel bewegen, misschien even wandelen, dat soort dingen. Maar om rond de 30 graden dan allerlei serieuze oefeningen te gaan doen, ja, is misschien niet het beste idee. En soms is het ook goed voor je hoofd en je lijf om gewoon eventjes vrij te nemen. Zeker. Ik heb de pleister eraf gehaald. Eerst had hier ook nog iets wits op. Ja, dat is echt heel vies. Dat was echt blauw. Het is nu wel wat beter geworden. Ik ben gestopt met krabben.
Dus het ziet er ook gelijk een heel stuk beter uit. Ik weet niet of jullie dat iets interesseert, maar kleine update. Hier in de boerderij is het echt koel. Cool. Die zeggen koud, maar het is wel echt heel koel. Cool. Dus daar hebben ze het heel erg gedaan. Niet bang voor me zijn. Ik ben een vrede. Toekie. Ik ben een vrede, Toekie. Het is weer het einde van de dag. Ja, veel bam, bam. Praten over een keer, maar goed. Ja, nou ja, we hebben niet heel veel interessants. Zondag is er wel iets interessants. Ja, dat gaan we nou doen. Yay! Maar voor de rest gebeurt er niet heel veel interessants. Oh, naar wie zwaai je dan? Oh. Maar voor de rest gebeurt er niet heel veel interessants in ons leven. Nee, toch? Nee, maar we moeten wel vliegen. Ja, dat geeft niet. Lekker warm. We hebben een soort mini-break even. Nou, ja. De paarden voornamelijk. En omdat het zo warm is, hebben wij dan ook ietsje meer tijd om niks te doen. Nou ja, niks te doen. Wat rustiger aan te doen. Ja, ik slaap bij. Jawel, ja. Ik lig dan, smiddags lig ik gewoon echt heel lang te slapen. Onder een dekbed. Puber! Ja, met 30 graden lig ik onder een dekbed met een trui aan. Yay. Ja, boven is nog wat te doen vandaag. Ja. Maar goed, morgen naar het strand. Eerst paardjes weer vroeg op de wei. Ja. Dan even naar het strand. En dan voor de lunch weer weg. Dan heb ik 's middags een afspraak op de Orkoeven. Ja. Nee. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik ben samen met Alice aan het wandelen. Hier is het water bij mijn sluis. En normaal gesproken zie je stenen. Die zie je nu niet, want het is nu vloed. Ja, dan staat het water echt heel hoog. Er is hier voor de rest ook niemand, want ik heb al 5 uur mijn werk gezet en ik ben nu met Alice aan het lopen. Anders heeft Alice het echt heel snel warm. Ook al moet ik wel zeggen dat het nu ook al 20 graden is. Ja, Alice, ook de bal toch niet schoppen? Ik ga hem in het water schoppen. Goed zo! Ah, lekker ding. Het ziet er gewoon prachtig uit. Ja, behalve mijn gezicht. Ik heb op dit moment 2. Ik heb 5 muggenbulten op mijn rechterhelft van mijn hoofd zitten. En dat zijn er eigenlijk 5 te veel. Dat is ook wel heel erg jammer. Maar deze is niet anders. Jeetje, wat is rustig. Nou, ik heb geprobeerd om mijn TikTok op te nemen. Het beginstukje is wel gelukt, maar daarna niet meer. Daarna kwamen er te veel mensen. En ik moest een handstand maken. Alice! Ik moest een handstand maken, dat lukte me niet. Nou, omdat ik op het steen was, vond ik een beetje spannend. Er kwam een opa naar me toe en die zei zo... Ik zag dat je ermee bezig was, maar het lukte niet. Maar je gaf niet op. En toen dacht ik echt, oh my god. Ik had weg moeten lopen. Ja, wel super schattig. Maar... Hoi Rick. Wil je nog wat tegen jezelf zeggen en niet aan het editen doen? Nee hoor. Nou, wij gaan naar het strand toe. Ik heb mijn korte broek al aan, maar nog wel mijn joppers. Ik moet nog even iets met de paarden doen. Mijn vader van het land te halen, ja. Mijn vader die is daar nog bezig. Oh, waar gaat hij heen? Oké, geen idee. Moeder is daar. Alice gaat niet mee, want daar is het te warm voor. Nee. Eerst naar de paarden, dan naar het strand. En het is daar waarschijnlijk best wel heel erg druk. Mijn gezicht, ja. Ik heb er niet heel veel over te zeggen. Het is vandaag vrijdag en ik ben weer naar een fysio toe geweest. Dat heeft eigenlijk best wel heel erg geholpen weer voor mijn rug.
Ik heb een t-shirt aan die ik 4 jaar geleden ook al had. Ja, ik heb deze zelfs met sterren nog aangehad. Wel, Blondie, Boris, Vroom. Yay! Ik ben lange sokken aan het aantrekken, want het is vandaag warm. Maar ik doe toch mijn joppers aan. Eens een paardenmeisje, altijd een paardenmeisje. Mijn gezicht ziet er nog steeds niet uit aan de rechterkant. Linkerkant valt wel mee, rechterkant haar. Ja, over mijn schoolboeken. Getal en ruimte. Boom, dit is getal en ruimte. Deel 1. Dan ga ik jullie een vraag stellen. Beantwoord hem in de comments. 360 gedeeld door 9. Nou, beantwoord hier in de comments. Moeders, die komt ook naar beneden. Hi. Hi, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het filmen. Oké. Ik ga sokken aantrekken en halen. Kijk naar mooie gelukshappy sokken. Happy socks. Deze droeg ik altijd als het koud was. Droeg ik dan deze op met een wedstrijd. En dan deed ik er nog normale paardrijd sokken overheen. Zo, joppers aan en gaan met die banaan. Yes. Ik was eigenlijk helemaal vergeten om te zeggen dat we naar het manege toe gaan. We gaan naar het manege toe, we zijn er al bijna. Ik ga Steve even filmen. Want dat is wel een projectje waar we later meer over vertellen, maar ja, nu nog even niet. En jij gaat even de paardjes doen, denk ik? Ja, dat zeker. Het is op dit moment 30 graden. Yes. Dat is echt heel erg warm. Ja, maar even een kwartiertje bewegen is wel belangrijk. De stapmolen is ook lekker, want het is overdekt tegenwoordig en hoog dak, dus daar is het ook wat koeler. Lekker veel schaduw. En ze moeten natuurlijk toch even uit en dan halen we ze er vanavond nog een keer uit. Ja. Ik heb niet heel veel gefilmd en dat spijt me echt heel erg. Het is alleen, ik heb geen zak in mijn broek. En ik ben de hele tijd bezig geweest. De paarden heb ik alle drie heb ik 4 keer afgespoten. Het gewoon super warm is. Ik heb ze laten galopperen. Dus dat was ook niet heel interessant. Blondie is nu lekker aan het genieten van een slobber. Ik ga Verona uit de stadmolen halen. Ga ik even vegen. En dan ga ik naar huis toe. Morgen film ik weer... Oh, nee. Morgen komt er een nieuwe video online. Dus superleuk dat je hebt gekeken naar deze video. Duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En klik op belletje. Dat is een belletje in Duitsland. Heel erg fijn. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Doei doei!